hallo en welkom allemaal bij deze nieuwe video. Superleuk dat jullie weer kijken. Het is natuurlijk vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor nieuwe misdaad en make-up. Mocht je nog niet bekend zijn met dit format, ik ga mezelf opmaken tot een complete look. En terwijl ik dat aan het doen ben, vertel ik jullie over een zaak. Een moordzaak, vermissingszaak, wat dan ook. True crime, super interessant. Vandaag ga ik het met jullie hebben over de Radium Girls, de radiummeisjes. En dit is niet een moordzaak die jullie van mij gewend zijn, of het soort zaak wat jullie van mij gewend zijn. Dit is eerder een stuk geschiedenis waar een hele hoop vrouwen bij om het leven zijn gekomen. Ja, toch ook wel echt door de schuld van een enorm bedrijf. Ik vind het dus wel degelijk moord. En toen ik hiervan hoorde, vond ik het een ontzettend interessante zaak ook. Dus ik dacht, het is voor de afwisseling ook wel eens leuk om zoiets tussendoor met jullie te bespreken. Deze zaak heb ik ook behandeld in mijn podcast genaamd Moordkast. Dit doe ik samen met mijn broer als sidekick. Die kun je nu gaan volgen op Spotify. Het link staat onder in de beschrijving. De aflevering over de Radium Girls is ook zojuist online gekomen. Dus die kun je meteen beluisteren. Waarom een podcast? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Op YouTube mag ik niet alles ongecensureerd zomaar vertellen, want sommige dingen zijn gewoon iets te heftig. Dus wil je de ongecensureerde versie, wil je alle ins en outs en heftige details van de zaak weten, beluister dan vooral mijn podcast Moordkast op Spotify. Deze video wordt gesponsord door Best Secret. Het is dan ook in samenwerking met Best Secret. En daar ga ik jullie nu iets meer over vertellen. Ja, ik ga jullie dus wat meer vertellen over de webshop Best Secret. Dolly, ga je ook gezellig meedoen? Ik heb zojuist mijn pakketje binnengekregen. Ik heb een heel klein beetje gespiekt, maar nog lang niet alles uitgepakt. Dus dat gaan we straks eventjes met elkaar bekijken. Ik ben dus lid geworden van Best Secret. En dat is dus een exclusieve members only online fashion community. Ze verkopen wel meer dan 3000 merken, echt hele toffe merken ook. En die kun je shoppen met wel kortingen die oplopen tot 80%. Best Secret is exclusief toegankelijk voor alleen leden en lid kun je worden op uitnodiging. En ik heb die uitnodiging dus voor jou. Link staat onder in de beschrijving, zo kun je lid worden. Ja, en wees er snel bij, anders kom je op een wachtlijst terecht. Ze werken ook met een puntensysteem. Die punten kun je verdienen door de app te downloaden, door dit aan te bevelen bij je vrienden en door je in te schrijven op de nieuwsbrief. En met deze punten kun je dan weer een status upgrade krijgen. Dat is dan zilver, goud of diamond. Hoe hoger je status, hoe meer voordelen je hebt. Bijvoorbeeld dat je een product langer kan vasthouden en reserveren. Dat je een langere bedenktijd hebt voordat je hem hoeft te retourneren. En je kunt commissie verdienen op iedere aankoop die je vrienden doen. Ik ga dus 2 tegoed vouchers verloten aan 2 van mijn kijkers. Ik mag er 2 weggeven ter waarde van €50. Nou, wat moet je daar nou voor doen? Je moet eventjes een mailtje sturen naar dit e-mailadres. Dan zet je eventjes in de onderwerpregel Best Secret winactie Onity. Jullie hebben tot en met 30 juli de tijd om dit te doen, dus wees er snel bij. Stuur dat mailtje en wie weet ben jij wel de gelukkige die een voucher krijgt. Dan is het tijd om mijn eigen aankopen eventjes aan jullie te laten zien. Ik heb gekozen voor 2 fashion items en een sportoutfit. De sportoutfit bestaat uit de legging, de sportlegging en een sport BH van Adidas. Heel erg mooi. Goede sport BH is natuurlijk altijd belangrijk, ook van Adidas. Matcht natuurlijk super goed met de legging. Hier heb ik echt een prachtige jas van Diesel. Ik denk dat dit wel het mooiste item is wat ik daar besteld. Ik ben er zo ongelooflijk blij mee. Een leren jas van Diesel. En hij heeft allemaal hele mooie details hier op de achterkant. Wat ik zo leuk vond, wat ik net zag, is hierachter die kraaltjes. Dan heb ik hier een superleuke tas van Love Moschino. Ik vind het een ontzettend leuk merk. Het merkje heb ik ontdekt door mijn beste vriendinnetje. Die had zo'n tas. En ik vond dit merk op Best Secret. En ik dacht, hé, ik sla mijn slag. Kunnen jullie al raden wat voor kleur dit is? Oh mijn god, jongens. Cotton candy pink. Ja hoor, jongens. Dit is toch fantastisch. Oh, ik vind deze zo cool. Oh mijn god. Oh, ik ben hier zo blij mee. Heerlijk item. Nou jongens, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, shop erop los. Ik ga nu eerst natuurlijk eventjes naar de shout-out van deze week. En die gaat naar Amy te Spenken. Hoi Dionne, ik vind misdaad en make-up heel leuk om naar te kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je de zaak van Gypsy Rose Blanchard zou kunnen bespreken. Amy, die komt er zeker aan in de toekomst. Dus abonneer zeker op mijn kanaal
als je dat niet wil missen. Wil jij de volgende keer kans maken op de shout-out? Reageer dan iets leuks hier onderin met de hashtag #asonnedy. En wie weet ben jij de volgende wel. Nog even een disclaimer. Deze video is bedoeld voor educatieve doeleinden. Het is dan ook absoluut niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig te praten over wie dan ook. Alle informatie die ik geef heb ik gevonden op het internet. Die bundel ik slechts voor jullie in deze video. En trigger warning, er zitten natuurlijk best wel heftige onderwerpen altijd in deze serie. En ja, vandaag worden ook best wel wat heftige dingen besproken. Dus kun je daar niet tegen, klik deze video dan weg. En ben je onder de 12 jaar oud, vraag dan je ouders om toestemming om deze video te kijken. Of vraag of ze gewoon gezellig met je meekijken. Dus, zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met het verhaal van deze Radium Girls. We gaan even helemaal terug in de tijd, namelijk naar december 1898. Het echtpaar Mary en Pierre Curie. Mary en Pierre Curie. Ze waren beide natuurkundigen en ontdekten samen in hun laboratorium het element radium. Radium zendt lichtgevende straling uit. Het kan dus licht geven. En het is intens radioactief spul. We weten nu dat het natuurlijk hartstikke gevaarlijk is. In die tijd nog niet echt. Dit element bezit de kracht om constant licht en warmtestralen af te geven. Heel bijzonder vonden ze dat natuurlijk in die tijd. Het was een baanbrekende ontdekking. Ze wonnen 5 jaar later, samen, dat stel, Mary en Pierre Curie, een Nobelprijs hiervoor. Er werden vanaf dit punt allerlei producten op de markt gebracht waar radium in zit. Dit was de ontdekking der ontdekkingen. Alles met radium erin was ontzettend gewild. Dat was echt wereldwijd een heel groot succes. Er werd namelijk geloofd dat radium een genezende werking zou hebben. Het zou rimpels verwijderen, het zou goed zijn voor je huid, het zou eigenlijk goed zijn voor alles. Radium werd verwerkt in zeepjes, poeders, crèmes, make-up. Je zou er ook nog een gezonde glow van krijgen. Lijkt me vrij logisch. Als je radium op je gezicht smeert. Wij weten in deze tijd dat je radium natuurlijk niet moet gebruiken in beautyproducten. Toen zagen zij dit echt als de heilige graal. Het middeltje waardoor je een gezond ouder kon worden. En ook ouder zou worden daadwerkelijk. En waar ze destijds al achter kwamen is dat deze straling de kanker zou verminderen of stilzetten. Dus ze waren ervan overtuigd dat radium goed was voor alles. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is ontzettend agressief spul. Maar omdat dit op kanker best wel een relatief goede werking had, werd het dus overal ingestopt. Niet wetende hoe ontzettend gevaarlijk dit echt en hoe schadelijk dit voor iemands gezondheid zou kunnen zijn. Wat ik dus vond op het internet was een merk genaamd Thoradia. Je ziet hier in beeld ook ergens een postertje ervan. Thoradia was een productenlijn, een beautyproductenlijn met allemaal producten met radium erin. Dus poeders, crèmes. En je ziet op die poster dan ook zo'n vrouw in een straal van licht. Er zat een prima marketingplan achter in ieder geval. Moet je nagaan. Gewoon iets super chemisch, waarvan wij nu weten dat het gewoon hartstikke slecht is. Zij waren nog zo onwetend in die tijd. Maar het bleef niet bij beautyproducten, jongens. Het ging nog veel verder dan dat. Er werden ook tandpasta's met radium gemaakt. Die zouden je tanden zeg maar echt op laten lichten, alsof ze glow in the dark waren. Dus als je lacht in het donker, zou je je tanden dan kunnen zien. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt van, hey, ik heb ontzettende witte pareltjes in mijn mond. Ook zou je tandvlees daar gezond van uit gaan zien. Radium zou goed zijn voor de haargroei, dus er werd ook een haarserum gemaakt, waardoor je haar van radium zou gaan groeien. Radium was echt het wondermiddel van deze tijd. Ze verkochten zelfs drankjes en tonic met radium als bestanddeel. Dit werd bij een drogist verkocht. Dit zou een genezende werking hebben. Hier heb ik ook een fotootje van kunnen vinden. Dat heet Redditor. Dat was gedestilleerd water met radium erin. Lekker opdrinken. Waarom niet? Ze hadden gewoon geen idee dat ze zichzelf aan het vergiftigen waren hiermee. Ik vind het zo heftig. Er werden zelfs radioactieve cocktails gemaakt. Cocktails die licht gaven in het donker. Dus stel je voor, je zit aan een bar. Ik kan me wel voorstellen dat je dan denkt van, wow, dit ziet er wel heel sick uit. Zeker voor die tijd, hè? Dat je gewoon een cocktail hebt. Hoppakee, gloeit aan alle kanten. Er waren zelfs bakkers die radiumbrood bakten. Ze gebruikten dan radioactief water. En er werd zelfs radium gevoerd aan de kippen. Die kippen die legden dan vervolgens eieren die zichzelf zouden koken. Ik zou als ik jou als nooit zo'n ei eten. Dat is echt,
Het gaat nog veel verder dan dat, hè? Want radium werd op een gegeven moment zelfs toegevoegd aan zwembaden. Radium was hetgene waar de hele wereld over praatte. Iedereen had het erover en iedereen wilde het. Je zou er mooier, jonger en gezonder van worden. Radium was het ding. Iedereen moest het hebben. Uiteindelijk is het William J. Hammer die dus de glow-in-the-dark radiumverf ontwikkelt. Ja, hij mengt dit volgens mij met lijm en water en nog een bestanddeel en dan krijg je dus die gloeiende verf. Dit werd gezien als een topuitvinding en deze uitvinding werd dan ook verkocht aan de US Radium Corporation. Zij zouden de verf gaan gebruiken om horloges mee te verven. Dus de wijzerplaten, de nummertjes, of nou ja, de cijfertjes bedoel ik. Zodat de cijfers en de wijzers van het horloge dus licht geven in het donker. Deze horloges werden ontzettend belangrijk voor militairen en soldaten die op missie waren. Die konden dan in het donker gewoon de tijd bijhouden. Dat was in sommige situaties best wel handig en zelfs noodzakelijk. Ook werd de verf gebruikt voor de instrumenten in een vliegtuig. Daar heb je natuurlijk ook heel veel cijfertjes en ditjes en datjes. Daar verfden ze dus ook vliegtuigonderdelen mee. Het bedrijf US Radium, ik ga het gewoon US Radium noemen, sloot dan ook een contract af met de regering om deze op grote schaal te gaan produceren. Al snel werden ook de klokken hartstikke populair onder het normale publiek. Dus niet alleen voor de militairen, maar ook gewoon de normale burger wilde zo'n klokje hebben. Ik snap dat wel, dat destijds ontzettend populair was. Wie wil dat nou niet? Midden in de nacht kunnen lezen hoe laat het is. US Radium bouwt vervolgens fabrieken om dit natuurlijk te kunnen produceren. En nemen jonge vrouwen en meiden in dienst om deze klokken en horloges te verven met de lichtgevende radiumverf. Nou, waarom nou vrouwen? Vrouwen hebben natuurlijk kleine fijne handjes. Ja, die kunnen natuurlijk goed overweg met kleine penseeltjes. Vandaar dat er eigenlijk alleen maar vrouwen werkt in dit soort fabrieken. US Radium is trouwens niet het enige bedrijf wat werkt met deze verf. Er waren nog andere fabrieken die hetzelfde deden. En op een gegeven moment waren er wel honderden vrouwen die werden ingehuurd om dit werk te doen. Het werd ook hartstikke goed betaald, hè? Wat ik heb gelezen is dat ze wel 3 keer zoveel verdienden dan als ze in een ander soort fabriek zouden werken. Dus ja, het baantje was best wel gewild bij de vrouwen. Daarbij komt natuurlijk de reputatie van radium. Was natuurlijk helemaal het, hè, toen. Radium was hartstikke populair. Het stond destijds bekend als een middel, een element die hartstikke goede dingen voor je deed. Dat het gezond zelfs voor je was. Dus de vrouwen zagen het werken met dit middel juist als een extra voordeel. Nou, het was eigenlijk ook best wel gezellig op de werkvloer. De meiden schilderden dan ook hun nagels, hun tanden, hun kleding, hun huid, handen. Alles werd beschilderd, niet wetende hoe schadelijk dit zou zijn voor hun gezondheid. Wie dat wel waren? De eigenaren en de wetenschappers die werkten bij deze bedrijven. Zij wisten donders goed dat radium niet zo goed voor je was en zij vermeden dan ook heel sneaky de radium in deze fabrieken. De wetenschappers gebruikten loodschermen voor zichzelf, tangen om de radium op te pakken en maskers. De mannen in dat bedrijf? Die raakten dat spul niet aan hoor. Nee, nee. Tegen de vrouwen zeiden ze bewust helemaal niks. Niets vermoedend stonden zij elke dag in contact met het element. En zo vergiftigen ze langzaamaan hun eigen werknemers. Dag in, dag uit. Daarbij was ook de boodschap radium geneest. Is totaal niet gevaarlijk, no worries. En de meisjes die vertrouwden gewoon op hun supervisors, dus ja. Naar schatting zijn er tussen 1916 en 1926 4000 vrouwen geweest die dit werk hebben gedaan. Het radiumpoeder werd vermengd met lijm en water. Dit werd dan een hete pasta en met mini penseeltjes schilderen ze met deze pasta dus de wijzerplaten. De punten van deze penseeltjes moesten natuurlijk scherp en puntig gehouden worden en daar was ook een maniertje voor. Namelijk, ze noemen dat lip pointing. Telkens als er een cijfertje op de wijzerplaat is geschilderd, stoppen de vrouwen het penseeltje in hun mond om deze weer mooi puntig te maken, zodat ze het volgende cijfertje weer mooi erop kunnen schilderen. Maar je kunt je voorstellen, die vrouwen die schilderen zo'n 250 van die wijzerplaten, van die klokken per dag. Reken maar uit. Elk cijfertje weer opnieuw. Telkens krijgen ze die radioactieve verf binnen
hun lichaam in. Zo werden ze gewoon vergiftigd. Dit wat ik net heb uitgelegd met dat penseeltje is ook iets wat hun werd opgedragen te doen. Dit was gewoon de werkwijze. Dit deed je gewoon. De meiden werden op een gegeven moment zelfs letterlijk de Ghost Girls genoemd. Omdat ze gewoon letterlijk licht gaven. Hun kleding, hun huid, alles zou letterlijk stralen. Ja, en toen begon het noodlot uiteindelijk toe te slaan. Hun tanden verfden ze natuurlijk ook, hè, voor de lol, tijdens het werk. De eerste symptomen van deze radiumvergiftiging, die begonnen dan ook bij het gedeelte van de mond. Ze kregen pijn aan hun tanden gingen loszitten, vielen zelfs uit, hele ontstekingen. Zweren, het was echt heel erg heftig. En het eerste meisje waarbij het ontzettend uit de hand liep, heette Amelia Maggia, ook wel Molly genoemd. Ze was 20 jaar oud en de ellende begon met het verliezen van een paar tanden. Deze ontstekingen gingen op een gegeven moment echt over naar het hele lichaam. Haar mond zat vol met zweren op een gegeven moment. Ze was echt ontzettend ziek. En de artsen, ja, die konden maar weinig voor Molly doen. Die dachten, oh ja, pijn aan het lichaam, het zal wel reuma zijn. Hier heb je een paracetamolletje. That's it. En ja, haar ziekte, dat werd alleen maar erger en erger. Er kwam een extreme vermoeidheid bij, bloedarmoede. En op een gegeven moment was haar hele gebit zo ontzettend slecht eraan toe, dat haar hele onderkaak af was gebroken. En ja, waarom zou dat nou in dit gebied de grootste schade toebrengen, jongens? Wat denk je zelf? In 1922 sterft Molly op 24-jarige leeftijd aan de gevolgen van de radiumvergiftiging. Haar dood werd dan ook echt in de doofpot gestopt. Het bedrijf US Radium die drong er dan ook op aan dat de dokter een valse doodsoorzaak zou opgeven. Zodat er natuurlijk geen paniek zou worden gezaaid onder de andere vrouwen die daar nog werkten. En dat lukte ze ook. Niemand heeft haar klachten destijds gelinkt aan haar werk met de radioactieve verf. Ondertussen werden steeds meer vrouwen ziek van deze radiumvergiftiging en er komen echt de ergste symptomen bij kijken. Wat radium allemaal met je lichaam doet, het is echt een soort van langzame sluipmoordenaar. Het brokkelt letterlijk je botten af. Ja, dus veel vrouwen braken ineens zomaar hun botten. Een aantal van hun zelfs hun wervelkolom die echt gewoon helemaal scheef groeide en het is echt verschrikkelijk. Zelfs de benen van de vrouwen werden korter. Sommige vrouwen kregen zelfs kanker en tumoren van deze radiumvergiftiging. De vrouwen zijn ten einde raad en zoeken een verklaring voor hun symptomen. Ze hebben op dit moment nog geen idee dat dit gelinkt kan worden aan hun werk. Of misschien hebben ze wel een vermoeden, maar dit wordt allemaal van tafel geveegd door hun supervisors en de bazen van deze bedrijven. Die bedrijven waren zo corrupt. Ze kochten zelfs doktoren om valse diagnoses te geven aan deze vrouwen. Zoals bijvoorbeeld tuberculose en andere virale infecties. Ze werden gewoon naar huis gestuurd met een diagnose wat helemaal niet klopte. Daar moesten de vrouwen het maar gewoon mee doen. In 1924 zijn inmiddels 50 vrouwen ziek geworden en al 10 vrouwen zijn gestorven. Niet alleen de doktoren werden omgekocht om valse diagnoses te geven, maar zelfs valse doodsoorzaken. Wat we al eerder zagen bij Molly, dat gebeurt dus aan de lopende band bij de tientallen vrouwen die komen te overlijden. Ze deden er letterlijk alles aan om hun bedrijf en de werkzaamheden in stand te houden. En de doktoren werden dan ook niet alleen maar omgekocht voor de valse diagnoses en de doodsoorzaken, maar ook om hun mond te houden richting de media. Ze waren als de dood dat dit zou gaan uitlekken. Ik begrijp het wel. Ze geven uiteindelijk een deskundige de opdracht om de link tussen de verf en de dood van de overleden vrouwen te onderzoeken. De deskundige kwam terug met zijn rapport en wat blijkt, de link was wel degelijk te leggen. Ook concludeert hij dat de vrouwen van top tot teen onder het radium zitten. Hun stoelen, de werkruimtes, alles scheen gewoon licht te geven in het donker. Zo ook hun haar, hun gezicht, kleding, ondergoed, letterlijk alles. Dit tot groot ongenoegen van het bedrijf. En ze waren dan ook inmiddels ontzettend boos op deze onderzoeker. Ze negeren de uitkomst en betalen voor een andere deskundige die een nieuw onderzoek start. En hij komt verrassend genoeg met de tegenovergestelde conclusie als dat de eerste deskundige kwam. De arbeidsinspectie wilde graag weten hoe het met deze onderzoeken ervoor stond. Het bedrijf heeft keihard gelogen en heeft ze alleen maar de resultaten overhandigd van het tweede onderzoek. Het eerste onderzoek hebben ze gewoon verzwegen, hebben ze niks over gezegd, bestaat niet, prullenbak in. Intussen werden er gewoon nieuwe vrouwen aangenomen om deze werkzaamheden te verrichten. Het werken met deze radioactieve gevaarlijke verf
gaat gewoon door. In 1927 zijn er inmiddels 50 vrouwen die overleden zijn aan de gevolgen van de radiumvergiftiging. En er is één vrouw in het bijzonder die van plan is een rechtszaak aan te spannen tegen het bedrijf US Radium. Haar naam is Grace Fryer. Deze vrouw is zelf ook ontzettend ziek geworden. Ze heeft zelfs een beschadigde ruggengraat. Grace droeg dan ook een stalen rugbrace om nog te kunnen blijven lopen. Zij wilde strijden voor de gerechtigheid van de Radium Girls en ze was op zoek naar een advocaat. Maar er was geen advocaat te vinden die het aandurfde om het op te nemen tegen dat enorme bedrijf. Uiteindelijk vindt ze die gelukkig toch, maar dat heeft dus wel 2 jaar geduurd. Grace Fryer spande deze rechtszaak aan met nog 4 andere meiden. Edna Hussman, Catherine Schaub en de zussen Albina Laris en Quinta McDonald. Dit was de groep die zich zou verzetten tegen de US Radium Corporation. Ze wilden alle 5 al hun medische kosten terug en wilden $240.000 aan schadevergoeding. Nou, dit waren natuurlijk andere tijden. $240.000 staat ongeveer in deze tijd gelijk aan $2.4 miljoen. De zaak werd breed uitgemeten in de media. Het proces verliep alleen super moeizaam. De US Radium Corporation probeerde ervoor te zorgen dat alles zo lang mogelijk werd uitgesteld in de hoop dat de vrouwen zouden komen te overlijden. Jeetje man, echt, hoe harteloos ben je? Toen het proces eindelijk kon starten, waren de vrouwen er zo slecht aan toe dat ze niet eens meer de eed konden afleggen. Ze konden eigenlijk niet eens meer hun arm omhoog krijgen. Ze zaten echt een beetje tegen hun einde aan. Op een gegeven moment vraagt US Radium de rechter nogmaals om uitstel. Die wordt zelfs toegekend. En toen waren de mensen ontzettend boos hierover. En zo ook de media. Er werd zelfs in een krant geschreven en ik citeer. En het was dan een beroemde journalist hè, die dit schreef. Het is een schande dat het bedrijf de vrouwen ervan weerhoudt ze aan te klagen. Er is geen excuus voor de vertraging. De vrouwen zijn stervende. Als er ooit een zaak was die om een snelle rechterlijke uitspraak vroeg, dan is het wel dit geval met 5 kreupele vrouwen die vechten voor een paar miserabele dollars. Dit hele voorval werd voorpagina nieuws. Mensen waren echt in shock van hoe dit bedrijf met de vrouwen omging. Uiteindelijk treffen alle 5 de meiden een schikking met het bedrijf in 1928. Per persoon ontvangen ze $10.000 plus $600 per jaar dat de meiden krijgen voor elk jaar dat ze overleven. Ze krijgen daarbij ook de medische kosten vergoed, maar wel dat alles in ruil voor dat de meiden het bedrijf niet aansprakelijk zou stellen voor de gezondheidsproblemen die ze zouden hebben. Dus ze gingen het wel vergoeden, maar ze namen niet de schuld op zich. Helaas stierven alle 5 de vrouwen binnen een paar jaar na de rechtszaak. Het bedrijf weigert dus hun verantwoordelijkheid te nemen. Ze komen zelfs met een statement naar buiten. En dit is echt schaamteloos wat ze zeggen. Namelijk, we hebben helaas werk gegeven aan een groot aantal mensen die fysiek niet in staat waren om werk te vinden in andere bedrijfstakken. Kreupele personen, mensen met een handicap, ze werden allemaal bij ons aangenomen. Ze waren bij ons van harte welkom. Wat van onze kant als daad van vriendelijkheid werd beschouwd, is sindsdien tegen ons gekeerd. Jongens, hoe kun je zo zijn als bedrijf, oh mijn god, over de rug van je overleden werknemers nog eventjes een trap nadoen dat het hun eigen schuld is en dat ze die klachten vooraf al hadden gehad. Nou jongens, dit gaat echt mijn pet te boven. Deze 5 meiden werden door de pers bestempeld als de Radium Girls. En de Radium Girls waren voor vele andere vrouwen die hetzelfde werk moesten doen en die dezelfde symptomen hadden een groot voorbeeld. Ze raakten geïnspireerd om hetzelfde te doen tegen andere bedrijven die bestonden, want ja, er waren nog meer bedrijven die met de radioactieve verf werkten. En omdat het wereldwijd nieuws was geweest, vreesden de vrouwen voor hun gezondheid. Maar door deze meiden is er natuurlijk ontzettend veel bewustzijn gecreëerd. Ja, dat hebben ze toch wel even goed gedaan. Een bedrijf wat vergelijkbaar was met de US Radium Corporation was Radium Dial. Zij kopen ook wetenschappers om zeg maar tegendeel te bewijzen, stoppen dingen in de doofpot, maar zij gaan nog wel echt even een tikje verder. Toen hun arbeiders begonnen te sterven, hebben ze zelfs lopen rommelen met de autopsies van de meisjes. De bedrijfsfunctionarissen stalen zelfs hun botten
om zeg maar te voorkomen dat iemand erachter zou komen dat deze hemel bestraald zou zijn met de radiumverf. Ook dit bedrijf plaatst een pagina grote advertenties met het volgende bericht. Als we op enig moment reden hadden om aan te nemen dat de arbeidsomstandigheden de gezondheid van onze medewerkers in gevaar brachten, zouden we onze activiteiten onmiddellijk stopzetten. Oké. De zaak van de radiummeisjes heeft ontzettend veel losgemaakt. Niet alleen werd bekendheid gegeven aan deze radiumvergiftiging, maar er werden ook maatregelen genomen. Er werd een betere arbeidswetgeving voor beroepsziekten opgesteld. En waar de zaak ook een grote rol in had gespeeld, was bij het recht van individuele werknemers om een schadevergoeding te eisen bij arbeidsmishandeling. Nou, dat was natuurlijk zeker wel het geval bij deze radiumvergiftiging in deze fabrieken. Daarnaast mochten de meisjes niet meer onbeschermd aan het werk gaan met de verf. Ze droegen voortaan beschermde kleding en mochten natuurlijk niet meer dat lippointen doen. Dat was echt verboden vanaf dat moment, dus dat mocht niet meer. Uiteindelijk werd er tot 1960 radiumverf gebruikt en vanaf die tijd is het toen ook verbannen. Dus radiumverf vanaf 1960, verleden tijd. Jongens, ik heb ook eventjes mijn haar gedaan. Ik weet niet of het jullie was opgevallen, maar tijdens het maken van deze look heb ik me laten inspireren door de jaren 20 look, de make-up look uit die tijd. Maar er hoort natuurlijk ook jaren 20 haar bij. Tadaa! Nou, ik ben helemaal compleet. Als je wil weten wat voor product ik heb gebruikt, alles staat onder in de beschrijving natuurlijk. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze zaak vonden. Volgende week weer een moordzaak zoals jullie die van mij gewend zijn. Hopelijk vonden jullie dit stukje geschiedenis ook interessant. En wil je nou de podcast luisteren met nog veel meer informatie waar we er echt wat dieper op ingaan, ik samen met mijn broer, ga dan naar het linkje in de beschrijving en beluister mijn moordkast. Laat me ook eventjes weten welke zaak je de volgende keer wil horen en dan hoop ik jullie natuurlijk heel snel weer te zien. Mwah. Tot ziens!